Welkom bij Weg. Wekelijks, zoals altijd, gaan onze drie presentatoren op zoek naar leuke uitjes in de regio of in de stad voor de komende week. Nana haalt Fred van Leer uit de klerenkast. Dave goes classic. En Narsing is vandaag onze entertainmentverslaggever en staat reuze enthousiast te wezen bij de rode loper van Palazzo. Mooi pak. Ja, dankjewel. Ik ben erg enthousiast. Ik ben nog nooit naar Palazzo geweest. En ik ben er vanavond. Een avondje vol culinaire verrassingen, entertainment, kortom. Wij zijn erbij. Een avond vol magie. Ja, ik ben op zoek naar in elk geval topchef Kees Helder, die natuurlijk vandaag verantwoordelijk is voor wat er gekookt wordt. Hij stond hier net, maar... Ik zie hem. Kom maar mee. Excuseer. Dankjewel. Excuseer. Ja... Meneer Helder. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ik was u even kwijt. Ik had u al gespot, maar toen raakte ik u kwijt in de menigte. Ja, het is wel druk natuurlijk, hè? Als het nu niet druk is. Hè? Met die première. Het is toch fantastisch dat er zoveel mensen zijn. Fantastisch. En ook nog eens in Rotterdam. Dat wou ik zeggen. Wat wil je nog meer in Rotterdam? Hè? De stad waar je thuis hoort. En als je dan zo'n grote toestroom krijgt, nou ja, dat geeft een warm gevoel. Heeft u er zin in vanavond? Ik vind het fantastisch. Het zwingt. Fijne avond. Ja, merci. En we gaan genieten. Doen we. Het is toch een beetje shownieuws vandaag ook, hè? Het is een première, Palazzo in Rotterdam. Wat heeft u aan? Ik kom net van de zaak. Ik heb een snelle jasje aangetrokken. Ik denk, Sjaaltje, het is goed. Toch een lekker Rotterdamse nuchterheid. Ja, absoluut. Ik kijk altijd naar jouw programma. Ik vind dat leuk. Vind je het leuk? En weet je wat ik leuk vond? Ja. Dat jij zo op het strand die met die idiote badbank. Dat is toch geweldig? Heb je dat gezien? Heb ik gezien, man. Ik zal wat zeggen. Ja? Ik denk dat... Nana heeft u wel eens geïnterviewd voor het programma. Ja. En Nana die zal dat wel niet voelen, maar ik krijg het behoorlijk warm als ik naast je sta. Hier warm? Het is toch hartstikke koud nee, bij. Van jou. Jeetje. Mag ik dat zeggen? Want ik denk dat alle mannen thuis nu denken van die Narsing die staat maar wel even lekker naast Yevgenia. Ik ben meteen... Hey, het is wel een beetje blusjes op mijn wanger. Ja, sorry, ik ben niet gewend. Nou, dan wens ik je gewoon een hele fijne avond. Ben je dat niet gewend dat mannen dat tegen jou zeggen? Nee. Maar Nederlandse mannen zeggen het niet zo gauw. Nee, Hindoestaanse mannen wel. Dat is het verschil waarschijnlijk. Veel vrouwen zeggen mij dat ze je lekker vinden. So what's that? What's that? You taking? Nog nooit eerder gehoord. Nee, kom op. Ik maak geen grappen, vriend. Dus geef Piet iets met de chickies. Je weet toch, altijd zwaar. Mevrouw Bordeslee, wat een prachtige jurk. Dankjewel. Ik zie iedereen hier naartoe komen en de mannen die hebben wel pakken aan en dergelijke. Maar u bent toch wel degene die hier een beetje bovenuit steekt, denk ik, met nou, de kleding. Dat is echt een hele lieve compliment. Het is van Shee Gwang Yu. Zeg maar Shee. Shee, wat verwacht u van de avond? Een leuke avond. Ik ben het vorig jaar heb ik het gezien. En ja, ik, als het net zo goed is als vorig jaar, dan wordt het een hele leuke avond. Mevrouw, prachtige dame, kom eens hier. Mevrouw, ik moet naar tafel 13. Ja, kom wil je me begeleiden? Ja, tuurlijk hoor. Komt kijk, u maar mee. Dat is weer geregeld. Ja. Volg deze prachtige dame. Dit is tafel 13. Ah, kijk eens. Hallo. Nou, we gaan lekker zitten en genieten. Dankjewel. Het ziet er goed uit, mensen. En dan niet alleen het pak van Narsing. Maar dat is wel de brug naar het fashion item van Nana. Oh, wat verbind ik dat toch weer prettig. Vandaag vindt alweer de jaarlijkse modemarché plaats in het centrum van Rotterdam. Nou, dit is de meest creatieve stoksampleseal van het jaar. En samen met onze mode-expert Fred van Leer ga ik ontdekken wat hot is en not. Hey,
wat gaan we doen hier? Ja, leuk. Modemarché, ik ben blij dat je even tijd voor me hebt. Want ik bedoel, jij bent hysterisch druk. Ik ben hysterisch druk, dat klopt. Maar voor jou maak ik altijd tijd. Fijn. En voor, ik vind sowieso modedingen, mode-events die gebeuren in Rotterdam, maak ik ook tijd voor. Ja, al moet ik zeggen, dat het al best wel vaak is geweest, dat ik nog nooit ben gegaan. Omdat ik altijd in het Amsterdamse zit. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om dit te combineren met elkaar. Maar ik bedoel, ik ben hier ook nog nooit geweest. Dus ik denk, ik neem even een expert mee. En meneer is het dus ook nog nooit geweest. Volgens mij zijn het jonge ontwerpers. Ja, en mijn nieuwe stock sample sale. Dus je ziet echt mensen die ook net zijn afgestudeerd. De nieuwe merkjes die een beetje onbekend zijn. Ja. En ja, toch altijd wel een leuk. Beetje bekendheid willen. Ja. Maar wat ik wel altijd een beetje heb met dit soort dingen. Is het dan niet raar, weet je. Dan komen de meest vreemde creaties naar boven. Dat ik denk, ja... Ik hou er niet zo van. Ik hou niet van seksloze kleding. Nee. En heel vaak, en dat mag niet over één kam scheren, heel vaak die jonge ontwerpers, die gaan ineens frieken. Nou, dat heb ik ook. Oh, we zitten zo op één lijn. Ik voel het al. Zullen we gewoon lekker gaan winkelen? We gaan lekker shoppen. Heerlijk. Is een broekje, een topje. Maar moet het dan ook gelijk een prijskaartje? Nou. Nee, maar dit zijn best wel wat uit, maar dit is allemaal. Euro. Ze gooit gewoon een hele oude collectie eruit. En daar is deze. Daar zijn die dingen goed voor. Daar is deze plek top voor. En er zijn heel veel mensen die het nog wel willen. Kijk, ik zou niet heel snel kiezen voor. Kijk, als ik dan een oude collectie zou kopen, zou ik nooit iets kopen wat er heel duidelijk is een print heeft van het vorige seizoen. En dat is dus eigenlijk ook voor de mensen thuis een kleine tip. Als je dan toch wel het designerspul wilt kopen en ook niet te veel geld voor wilt uitgeven, misschien ook geen geld voor hebt, dan moet je gewoon die stock sample sales afgaan. Ja, echt. En als je niet in de mode scene zit, is het heel moeilijk om te weten wat het is. Dus je moet er echt achteraan. Maar wij van weg weten dat wel, dus blijf kijken. Dave hebben we naar het hartje van de stad Rotterdam gestuurd. Kom er maar in, Dave. Nou, mijn onderwerp is deze week de Classic Club Night die plaatsvindt op 15 december ergens in Rotterdam. Ja, meer weet ik ook niet. Hele goede productie. Dus toen dacht ik zelf, club, dus hier, in de discotheek. Maar dit is een beetje vergane glorie. Dus Chantal... Dave, je staat in de stad, in Rotterdam. Ja. Bij de Baja? Nee, die is dicht. Dicht? Ja. Was het nou disco of classic club night? Ja, classic. Zie je niks klassieks in de buurt? Bedoelen. Wat denk je zelf? Maar ja, dat is wel heel erg gelijk een beetje anders, hè? Ja, maar een beetje anders kan best fijn zijn, toch? Rob, moet je hebben, ga er maar eens op. Oké. Okay. Ik leg het de kijkers even uit. Hey, oh, die mee geluisterd. Nou, ik ga dus naar Rob aan de overkant. Moet jij dan Rob zijn? Ik ben Rob. Hi, ik ben Dave. Goedendag. Hi. Ja, ik dacht ik ga naar een classical club night. Ik ga naar een soort discotheek met klassieke muziek. Maar dan ben ik in de Doelen uitgekomen bij het Rotterdams Philharmonisch. Ja, dat klopt wel. Classical club night is een onderdeel van Classic Club. En dat is de experimentele tak van het Rotterdams Philharmonisch. En die gaan altijd met een aantal muzici de stad in om op locatie in een informele setting... klassieke muziek te vertonen. Is dat een soort laboratorium? Het is een soort laboratorium waarin op een andere manier met klassieke muziek omgegaan wordt. Maar klassieke muziek is toch in een stoel zitten met een man met een stokje en dan wat muzikanten? Hier in de Doelen wel, maar het is 2011 inmiddels. De setting is anders, maar het is ook een mix tussen stukken die... die niet volledig uitgevoerd worden, maar dat zijn korte stukken. Dus het zijn drie sets met korte klassieke stukken. En er zit een soundscape tussendoor, waarbij iemand met een subwoofer en trillend water en trommel op het water... ook dat watergevoel naar boven gaat brengen. Want het thema van deze Club Night is de wondere waterwereld. Er is altijd een thema en het gaat nu over water. Het is dan ook op het drijvend paviljoen. Toepasselijker kan eigenlijk niet. De kistballen in de parkhaven? De bollen die in de Rijnhaven. De Rijnhaven, ja. Soundscape, ik ken landscape, landschap. Ja, het is dus eigenlijk door middel van geluiden. Ja. Niet per definitie uit een instrument, maar bijvoorbeeld door te trommelen op het water. En daar een ritme mee te krijgen en dat eventueel te mixen met andere geluiden. Een soort van muzikaal landschap te krijgen. Voor allemaal verschillende soorten geluiden? Ja, en in dit geval met water.
gerealiseerd. Maar ja, Rotterdam. Rotterdam, water. We hebben water genoeg. We hebben water genoeg. En daarom ook in dat drijvend paviljoen. Daarom ook in het drijvend paviljoen. Dat is eigenlijk het eerste voorbeeld in Rotterdam van drijvend bouwen. Ja. En ja, als je iets op het water wil doen, en zeker in een recreatief gebied, dan moet je in het drijvend paviljoen zijn. Een orkest speelt hier in die hele mooie zaal. We zitten allemaal, er is een vaste opstelling en een dirigent. Het is allemaal heel strikt. Ja. Hoe kan je dat dan toch loskrijgen? Die muziek kun je eigenlijk overal wel ten gehore brengen. Dat hoeft niet per se hier. En vanuit traditie is het in de Doelen in Rotterdam. Ja. En daar is de Rotterdamse Philharmonie ook aan verbonden. Maar er is tegenwoordig ook een andere doelgroep, een jongere doelgroep, die wel van klassieke muziek houdt, maar die niet in de Doelen wil zitten. Wat heb je zelf met klassieke muziek? Ik vind dat je kan dat mixen. Je hoeft niet verbonden te zijn aan één stijl. En dat is ook het mooie. Je kunt gewoon naar zo'n clubavond toe. En dan genieten van klassieke muziek. Ja, maar ik ben hier niet voor dit. Maar zijn hier dan nu van die muzikanten van dat Rotterdam Philharmonisch? Die... Er zijn muzici en die zijn... Oh, muzici. Muzici. Ja. En die zijn inderdaad nu aan het repeteren. Dan kunnen we even kijken. Okay. Laten we er naartoe lopen. Ja, we zijn er nou toch. Ja. Die Dave die loopt wat af voor zijn item. Narsing daarentegen is niet van zijn stoel te krijgen. I kill you! Goedemorgen, Dekra. Oh, you look beautiful this year. Good morning, Dekra. Oh, my brother. You say good morning, Dekra. And good morning! Good morning! Gang 1. Gang 1 hadden we, wat was een moes van paling tussen zalm, tussen gerookte zalm. Vrij eenvoudig met een salade van komkommer en nog twee sauzen erbij. Die ik niet helemaal 100% scherp voor ogen heb wat dat precies was, maar het was erg smaakvol. En mooi gerecht, dat zeker. Ja. Gang 2, Ramon. Hadden we een perfect gegaard stukje kabeljauw. Met daarbovenop een compot van tomaat. Had wat gefrituurde uieringetjes erbovenop. En daaronder zat een saus met mooie kleine stukjes courgette erheen. Lekker fris en goed op smaak. Vooral technisch gezien voor zoveel mensen de garing van de vis. Geen eiwit uit je vis, gewoon perfect gegaard op het juiste punt. Nou, dat was grote klasse. Ja. Naar gang 3, Ramon. Gaan we naar gang 3, dan krijgen we een stuk stoofvlees, wat je dus moet garen. En normaal gesproken, als wij als oma het doet, dan gaat het in een plas vocht. En dan gaat dat 3 uur pruttelt dat lekker. Ja. Nou, daarbij serveerde die een klein pureetje, dat groene pureetje van weet ik niet wat het was, maar het was heel erg smaakvol. Er zat een klein taartje bij met wortel en een ander knolletje. Met een klein gebrand bovenlaagje van verse kruiden. En wat paddenstoelen en een hele mooie jus. Dat was het eigenlijk. Het ziet er allemaal heerlijk uit daar. Maar hoe zal het Nana en Fred vergaan bij de jaarlijkse modemarché? De 3 dwaze dagen, maar dan echt met dure kleding. Het staat wel. Ja, maar je kan, dit is wel funky voor een fotoshoot. Dus het is wel heel cool. Zo. Want hoe kijk je daarnaar? Ik bedoel, jij ziet gelijk alles. Ja, maar dat is
als ik ga stylen, als ik ga shoppen, dan zorg ik ervoor dat ik items score. Dus ja. Dit zou voor mij een item zijn die ik zou kopen om in mijn styling Walhalla te stoppen. Dit is ook gewoon, ik heb een stok sale, dus het gaat gewoon. Wel? Ja, kijk maar. Maar die vrouw zeur. Ik vind het dus wel echt tijd. Hier word jij nou vrolijk. Hier word ik gewoon blij van, want hoe leuk is het als je in een club binnenkomt en er staan allemaal meisjes in hetzelfde spijkerbroekje. En jij komt zo, pa. En jij komt gewoon hier binnen, knal, met een paar hele goede knalkleurige roze hakken, dat het lekker vies wordt bij elkaar. Ach, ik hou hiervan, waarom hou ik? Ik weet het niet, het glittert. Ja, je bent gewoon volgens mij als een paillettenkind geboren. Oh, maar echt, je kan een paillettennavelstring aan. Ja. Dat had ik. Jij kleedt natuurlijk toetbekend Nederland aan. En zelfs de dames van Holland's Next Topmodel, die heb je onder je vleugels genomen. Onder vleugels. Maar hoe start je zoiets? Dan zie je een persoon en dan denk je, heb je daar gelijk al een beeld bij van, die wil ik zo zien? Ja, nee, zo, kijk, als het bekende mensen zijn, bekende vrouwen of mannen, dan hebben ze zelf al, dan moet je denken aan hun imago. Dan kijk, oké, wat wil je zelf? Wat staat je? En dan ga ik ermee aan de slag. En dan meng je het wel. Nou, dat komt met z'n tweeën tot iets. En dan wordt het dan een lookje. Hè? Oh, heerlijk al die tips, Fred. Ik ben blij dat je er bent. Oh, nou, ik ben ook blij. Blij, blij, blij. Mijn hartje is zo blij. Hé, hey, daar is Fred weer. Oh nee, dat is Dave. Mannen. Hey. Dit is een beetje voor jullie, maar voor mij ook een beetje een rare locatie dat we in de hal staan. Ja, we zitten meestal hierboven op het grote podium. Ja? Ja. Maar dat is ook een beetje het concept toch helemaal van die classic club night. Uit je comfortzone, ergens anders muziek maken. Ja, nu staan we in de inkomhal. We gaan niet hier het concert doen. Dat is in het drijvend paviljoen. Precies, in de kerstballen. Maar we hebben instrumenten naar hier gehaald omdat we wat aan het experimenteren zijn om water te doen bewegen met geluid. Maar experimenteren, het is nog niet klaar, zeg maar. We hebben nog een paar weken tijd. 15 december is snel hoor. Ja, maar de muziekstukken die staan vast. Oh, gelukkig. Trombone en... Triangel, ja. Je kan water laten trillen door muziek te spelen. Nou, met lage frequenties zijn we dat aan het testen. En we hebben al een klein beetje water af en toe kunnen doen trillen. Dus nu wordt het wat verder zoeken. Zal ik even het glas erbij? Goed plan. Het is ineens Klokhuis geworden, of Willem Wever, hè? waar moet hij naartoe? Nou, ik zou hem hier even zetten. Ja? En als je hem goed wil vasthouden. Oh, ja. Proef op de som. Ja. En dat wordt gewoon gefilmd en geprojecteerd? Precies. Dus je hebt live visuals. Het lijkt al een beetje te werken. Hè? Ja? Het zou natuurlijk een beetje flauw zijn voor het thema water. Dus we gaan de water music spelen en la mer en weet ik allemaal. Nou ja, dan vroeg ik me net af. Wat wordt het allemaal? Nou, bijvoorbeeld water is heel puur, heel zuiver. Dus er worden ook solostukjes op viool en cello gespeeld van Bach. Wat ook heel puur, zuivere muziek is. Dus je kan daar heel ruim in gaan. Aangezien we dus alles overkoepelen met die soundscapes en... er is ook de gastheer is een schipper, dus het wordt een totaal concept, maar de muziek is daarin dan iets ruimer. Ja, en wat we willen bereiken is dat mensen gewoon die gaan zitten, liggen desnoods, en we kunnen de hele avond gewoon de ogen dicht doen, als het ware. Er komt van alles over je heen, je kan chillen, hè. Er komt ook heftige dingen, ja, zo'n trommel met subwoofers, dat gaat dwars door je heen, dat ken je natuurlijk wel. En dan al die dingen bij elkaar krijg je echt een bijzondere ervaring, denk ik, als je daar heen komt. En is het ook, als je niks met klassieke muziek hebt, of dat je denkt van, ik heb angst voor het gebouw, het is vrij traditioneel, netjes aangekleed naar binnen, dat schrikt misschien wat mensen af. Dat mensen die denken van, ja, ik zou het eigenlijk wel eens willen horen, dat filharmonisch, juist een uitgelezen kans om... naar die drijvende kerstballen te gaan? Het is een ongedwongene sfeer dan een grote concertzaal. Er wordt ook gedronken tijdens het spelen. Heerlijk. Het is allemaal... De bar is gewoon open tijdens gewoon het concert. Open, het is relaxter. Zullen we nog even... Want jullie moeten nog even repeteren tot de 15e. Zou ik zeggen, als je tijd hebt, ga kijken. Het is hard. Het schijnt zoals ik les, maar cocktails en... Ook water. En water, heel veel water. Iemand moet de Bob zijn. En nou jij met je schuif. Oh.
even oefenen, jongens. Het is net Willem Wever. Kijk dit nou, het wordt toch ook elke week gekker hier. Even opwarmen. Ik ben erg benieuwd wat we dan hier gaan tegen. Ja, het hoort erbij. En hier schijnt ook een soort van brandnetel fashion te zijn. Brandnetel ja, fashion. Hey, ik weet niet of het high fashion is, haute couture, of dat het gewoon een beetje jammer is. Jeuk van mijn naam. We gaan het zien. Wat is nou echt precies dat high fashion, dat haute couture? Haute couture is eigenlijk wat ontwerpers maken om de rest van hun merken te verkopen. Hè, Dior bijvoorbeeld, of Chanel, die verdient niet heel veel geld met hun jurken, maar wel met de make-up, de geuren en de collecties. Maar die jurk was 60.000, 70.000 euro. Die koopt niemand. Die koopt niemand, die wordt gedragen op de Emmy of bij de Oscars. Wordt geleend. Wordt ook nog eens vaak weggegeven. Maar dat is een uithangbord voor alle andere producten. Dus het is eigenlijk dan gewoon één stuk mega dure stof, helemaal handwerk, alles erop en eraan. Ja. En dan om meer soort van reclame te maken. Installeren het begin. Ja. Oh, hier heb je een kortere variant, een topje. Top, ja. Ja, toch is het. Sorry, gewoon in alle kleuren ook. Oh, zilveren, kijk nou. Dit is gewoon een heel pak. Ze moeten het niet aan alle kanten uitbengelen. Ja, maar hoe doe je dit als je dan misschien een maatje meer hebt? Nee, als je en je dit toch aan wil? Nee, maar dan moet je het gewoon niet aandoen. Ik zie heel veel vrouwen op het strand die het dus dan wel aandoen. Maar als je te groot tieten hebt, dan moet je of topless, of je doet gewoon echt een goede stevige. Ja, want dit kan niet als je groot tieten hebt. Even conclusie. Leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het initiatief sowieso heel leuk. Ja. Dat er echt. Het zijn twee mensen die staan voor iets en ze doen het. Ze lullen niet, ze doen het. En zoals je ziet, het is een groot succes. Het is misschien niet altijd onze smaak. Nee. Maar het is wel voor iets wat wil. Weet je. En het is Rotterdam lekker. Dat Rotterdam. Vind ik ook superleuk. En ik heb de hele mooie sieraden gezien van Maatje. Ja. Dus daar ben ik heel erg. Je pikt er toch wel wat uit. Ja, ondanks dat je misschien de helft waarvan dus je denkt. Voor mij nu al een geslaagde middag. En ik vond het heel leuk. Ja, en wat ik leuk vind is dat het gewoon laagdrempelig is. Het is voor iedereen. Je kan kijken, jong, oud, dik, dit maakt niet uit. En voor iedereen is er uiteindelijk wel wat. Ja, je kan er altijd wel iets uithalen. Ja. Dus nee, ik vind het heel geslaagd. Ik ook. Ik ben echt de hoofd aan het instorten. Ik ook. We zitten gewoon te chillen in de kerkbank. Nou, had je dat ooit gedacht? Nou mensen, we gaan er vandoor. Oh vader, ik ben zo stout geweest. Nou, voordat ze gaan zingen, gaan we de kerk uit en de circus tent in. Hoe was het eten? Lekker. Ja, lekker. Ik hou wel. Ja, ik moet eerlijk zijn, ik ben Zuid-Amerikaans. Ik hou van veel eten. Ja, het duurde best wel lang, hè? Precies langs de McDonald's. Hoe vond je het, David? Waanzinnig. Ja, ik heb heel erg genoten, gelachen. Er zat ook echt een leuk verhaal in. Leuk publiek. Ja, ik vond het echt te gek. Als je dat ziet op een paar meter, wat ze in de lucht doen. En nou, ik vind het echt magnifiek. Echt serieus, ja. Ik vond het lekker, vooral. Ja, ik vond het een hele mooie show. Entertainend en ik heb echt genoten. Mm-hmm. Hoe vond je de avond? Nou, waanzinnig. Het is de tweede keer. Vorige week waren we er ook, maar dan in Amsterdam bij de première. En dat is ons zo goed bevallen dat we weer willen gaan. We zien je binnenkort terug in de kerstspecial, hè? Die we gaan uitzenden. Ja, ja. En jullie krijgen een hete kerst. Mooi. Oké. Okay. Hey, fijne avond. Ik zie je dan. Tot ziens. Goed. Ik ben vanuit mijn achtergrond Surinamer, ben ik gewend om lekker snel en veel eten te krijgen. Hadden jullie daar ook niet zo'n beetje last van? Even waar blijft de rest? Ja, in principe wel. Inderdaad, de Surinaamse keuken is zo dat je een bord veel vol krijgt. Een bord vol, ja. Kip erbij, lekker sambal. Dat miste ik wel een beetje. Maar aan de andere kant, dit is ook weer anders en daardoor heel bijzonder. En ik heb er wel van genoten. Ja. Ik miste wel een beetje mijn nasi bami. Maar jullie kip gaan niet straks nog langs de kruiskade voor een broodje. Ja mensen, ik heb een waanzinnig leuke avond gehad. Ik kan maar één ding zeggen, Palazzo en Rotterdam. Onafscheidelijk, dat het zo lang heeft geduurd voordat ze hier zijn neergedaald, kan ik me niet voorstellen. Je moet er gewoon een keer heen. Goeie show, lekker eten. Ik zou zeggen, als je een topavond wil, ga erheen. En neem je portemonnee mee, of je eurochecks. Nou, dat was hem weer. Volgende week zijn we er weer. Blijf ons volgen via Twitter, Facebook en de website. Tot dan! Doei!